Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. Vandaag in het journaal. Werkdruk verplegers wordt zwaarder. Zuster Lantiman heeft haar vader verloren aan COVID. Parlementariër Melvin Bova vandaag gevaccineerd. Het is zorgwekkend. De ziekenhuizen zijn overvol. Dat zegt hoofd SEH Mireia Rodriguez. 8 doden binnen 1 dag. Dit aantal hebben wij nog nooit gekend in Suriname. We zitten ampertjes in de derde week van mei en nu al zijn er voor deze maand 34 doden te betreuren. Op de ICU's liggen er totaal 28 mensen die ernstig ziek zijn en 188 patiënten zijn opgenomen in onze ziekenhuizen. De werkdruk wordt zwaarder en zwaarder. Dagelijks hebben we hier op de checkpoint hebben we dan een bepaalde drukte. Meestal in de ochtenduren heb je, zeg maar, vooral in de weekenden. En door de week heb je dan, zeg maar, in de middaguren tot in de nacht heb je toch wel een bepaalde drukte dan normaal hier zo. Waarbij mensen zich aanmelden die klachten hebben en die natuurlijk behandeld moeten worden. Gisteren schrok ik zelf ook. Vanaf 11 uur 's morgens hadden we echt gewoon een file buiten. Met auto's van mensen die zich hebben aangemeld, die klachten hebben, maar ook dat de ambulances van BOG, mensen die in thuisquarantaine zijn, die dan thuis waren en dan verslechterd zijn geworden op een bepaald moment en die opgehaald worden met de ambulance en dan zich hier moeten aanmelden bij checkpoint, omdat er elders geen andere plek was om zich aan te melden. Nou, je voelt die werkdruk. Het is heel erg hoog. Je blijft constant werken. Je loopt op een gegeven moment zodanig dat je op een gegeven moment je voeten niet meer voelt. En zorg moet geboden worden aan de mensen, maar je voelt het zelf wel. Ja, het is best wel druk. Dan gewoon in het ziekenhuis. Ik moest 2 patiënten vervoeren naar daar. Daarvoor had ik ook 2 patiënten die ik naar boven moest brengen, 2 positieve. En dus met de ambulance vanuit AZP naar Wanica ziekenhuis, ik ben helemaal kapot. Ik moest patiënten overzetten, patiënten die ook slecht kunnen lopen, slecht kunnen ademen, zuurstofafhankelijk. En de hele tijd zo in een pak blijven met zo'n mondkap is ook niet makkelijk voor mijzelf. Vanaf hoe laat ben ik begonnen? Lijkt 4 uur. En toch geloven mensen niet dat het COVID is? Mensen geloven niet. Als je daar naar Wanica gaat, lijkt het alsof je in een andere wereld bent, hè? Je ziet zoveel zieke mensen, mensen die zuurstofafhankelijk zijn. En hierboven, op de nieuwe vleugel wat we daar hebben, is gewoon triest. Mensen zijn doodziek. Ik kan niet indenken dat mensen het niet geloven. Wat ik zou voorstellen is dat die mensen, die patiënten zelf, dus kunnen vertellen wat er echt gebeurt. Mijn vader is eraan overleden. En voor mij is het heel traumatisch. Vandaag is het mijn eerste dag na 9 maanden nadat ik mijn vader vanuit de Wanica ziekenhuis vervoer had naar de stad om te begraven, ben ik teruggegaan. Dus voor mij, ik weet waarover ik praat. Kort na het overlijden van mijn vader, een dag na het begraven, werd ik ook positief getest. Ik was ook in quarantaine, ik was ook ziek. Ik weet wat positief betekent. Ik weet wat COVID betekent. Wacht niet totdat het voor je deur staat, dan pas ga je het geloven. Wil het niet in het echt meemaken. Kijk om je heen. COVID bestaat echt hoor. Mensen worden echt ziek. Ik zie dat sommige mensen tot nog vandaag dan vragen, is het echt? Is wel echt. De mensen worden ernstig ziek. Ja? En laat je vaccineren. Ik heb er geloof in dat dat ook werkt hoor. Ja. In het academisch ziekenhuis Paramaribo was er gistermiddag nog maar 1 bed vrij. Dr. Rodriguez is hoofd op de spoedeisende hulp en wist dit gegeven aan het COVID-journaal te bevestigen. Zoals de directeur van het academisch ziekenhuis al heeft aangegeven dat we op de drempel zijn van code zwart. Nu treft u toevallig een iets rustige checkpoint aan, omdat we de patiënten netjes hebben kunnen doorschuiven. Maar als we naar de beddenstaat krijgen van vanmorgen, dan is er maar landelijk 1 IC-bed. Onze cohortafdeling die we in het weekend hebben geopend, is al helemaal vol. Dus alles wat we vandaag binnen gaan krijgen, gaat waarschijnlijk op onze checkpoint blijven. Het is zorgwekkend, want onze checkpoint is in principe geen cohortafdeling. Maar toch komen positieve naar hier, omdat ze niet door kunnen schuiven. Ja, dus patiënten kunnen zelf naar hier komen. Zij walk-ins noemen we die.
Maar wat we veel krijgen is dat we uit de thuisisolatie, zoals je weet, de huisartsen monitoren hun patiënten zelf thuis. En zodra een patiënt verslechtert, dan krijgen we de melding dat zo iemand naar ons komt. Als ze niet rechtstreeks naar een andere instelling kunnen. Daarnaast heb je ook COVID-suspecten die in afwachting op hun swabresultaat ook thuis wachten. En die ook kunnen verslechteren. Dus je krijgt twee categorieën hier. Dus suspecten en COVID-positieve. Die in principe, omdat ze verslechteren, naar de checkpoint worden gebracht voor een of stabilisatie of herevaluatie. U zal zich natuurlijk ook afvragen waarom patiënten die al ziek zijn toch nog in thuisisolatie blijven en niet direct opgenomen worden. Dit heeft volgens Dr. Rodriguez te maken met het feit dat er landelijk een gebrek is aan human resources, dus een gebrek aan verpleegkundigen. Ik denk, net als we bij elke golf hebben meegemaakt, is HR een probleem. Dus je kan instellingen openen, maar als je geen verpleegkundige hebt om de patiënten te bewaken, heeft het eigenlijk geen zin. Dat ze met tot thuisisolatie zijn overgegaan, heeft helemaal te maken omdat er niet genoeg human resources zijn. En de huisartsen in de eerste lijn zorg heeft eigenlijk ook een verantwoordelijkheid naar hun eigen patiënten toe. Dus in principe als de huisartsen het goed doen, goed monitoren, dagelijks hun patiënten bellen, dan kan het wel goed gaan, ja. Het is zorgwekkend. De ziekenhuizen zijn overvol en het is passen en meten geboden om toch te proberen alle ernstige gevallen in te kunnen behandelen. We stevenen rechtstreeks af op code zwart en dat houdt in dat er geen plekken meer zijn voor nieuwe ernstige gevallen. Code zwart is eigenlijk in principe dat je mensen geen bed kan geven die een bed nodig hebben. Net als het er is gebeurd, maar dat je dan meerdere mensen gaat hebben van ze zijn bijvoorbeeld IC-behoeftig, maar er is geen bed. Ze moeten in het ziekenhuis worden opgenomen, maar er zijn geen vrije bedden, er zijn geen vrije zuurstofcilinders. Mensen gaan dus gewoon doodgaan omdat ze niet behandeld kunnen worden. Er moeten harde keuzes gemaakt worden, waardoor de kans groter is dat mensen zullen komen te overlijden, zegt dokter Williams. Op de SIH hebben we twee aparte ruimtes, de CCR-kamers worden niet genoemd, waarbij we eigenlijk die instabiele patiënten kunnen stabiliseren totdat de IC plek heeft. Mocht er geen plek zijn op de IC, blijft zo'n patiënt soms voor uren op zo'n kamer. En ik kan je voorstellen als een tweede zich dan aandoet of een derde, dat we nog geen ruimte meer hebben om die op te vangen. En dat is eigenlijk ook het principe van die code zwart, waar we eigenlijk nu naartoe gaan. Is dat we eigenlijk op een moment geen plek gaan hebben voor deze instabiele patiënten. Met als gevolg dat ze komen te overlijden. Het is helaas al voorgekomen het afgelopen weekend dat we keuze hebben moeten maken tussen een IC-plek en patiënten komen te overlijden ten gevolge daarvan. Om alleen maar een situatie te schetsen waarin we ons momenteel bevinden. We kunnen er helaas geen doekjes om winden, maar dat is de realiteit. Dus het komt er eigenlijk op neer. Stel je voor je hebt maar één IC-bed en je hebt twee patiënten, dan ga je afwegen wie heeft betere overlevingskansen. En dan ga je kiezen voor degene die betere overlevingskansen heeft. Dat is het helaas. Ook de reguliere zorg komt nu onder druk te staan, legt dokter Rodriguez uit. Minder zieke patiënten die reguliere zorg behoeven, moeten hun bed afstaan aan de ziekere COVID-patiënten. Sowieso is de reguliere zorg afgeschaald. Want je gaat bedden in het ziekenhuis nu aan COVID-patiënten geven, waardoor je dus minder reguliere patiënten kan opnemen. Dus sowieso gaat het achteruit. En daar heb je juist dus meer de hulp van de huisartsen nodig om hun patiënten een beetje beter te monitoren, zodat ze niet in het ziekenhuis belanden. Kondremang, u arki, aboskopu, bung san datra nanga suster fu aset, o prati nanga unu. Sawanta ire sranamang, dis ano grap moro. Maar ik kon siki ja zo naar atose en zo lees una bedi. Dus ma moest dan in rolstoel. Trouwens, ik deed omdat IC bedi no de. Dus me begi unu echte ugo vaccineer. Hou aan de regel. If u allemaal go vaccineer, kan de abarawan tumung. U kan de gewoon, u kan libi normaal baka. En belangrijk dit toe, if je klachten, go testis revi. Nou wacht hier, wil ik siki heel erg. Kom zo snel mogelijk naar een van de swap unit of swap posten voor het testen te geven. Zorg dat je in de doren je zo'n bakkasee hebt van trangen bangen naar een zuurstofcilinder te geven. Voor apparatie DC checkpoint, we krijgen alle dienstraan aan verpleegkundigen naar een zieke verzorgende op. De ones zijn roken in atoso en tap den poli. We actie nu, we begon nu naar alle zakafasie om te vaccineren. No zijn lijkt wel grap, maar bescherm je schrijven omdat je sa euroko nga de patient. So, this is no substrate itak as patient na wang positifo.
Dus nog tek kans en go vaccineer, tek je spoitie. En voor de rest van de samenleving, je accidents ma, go tek a spoitie. If you de ina occasie voor tek a spoitie, vaccineer en met begon was anu en tek alle de voorzorgmaatregelen voor COVID-19 en 8. En zorg dat je nog door apprecie jaso voor uw community. Ram Narayan Sudesh Kumar is arts op de SIH. Hij heeft dagelijks te maken met patiënten die zich tot laat nog aanmelden met klachten. Het COVID-journaal kreeg van hem een rondleiding. Behoorlijk zwaar. We hebben last van de reguliere aanmelding ook heel wat suspect cases. Jullie hebben eigenlijk een vrij gunstig moment gekregen dat het weer wat onder controle is. Maar tot vanmiddag ongeveer 4 uur nog hadden we het vrij druk met en patiënten die nog gezien moesten worden en patiënten die zich aanmelden. En patiënten die al reeds gezien waren maar nog eigenlijk op een verder beleid wachten of op labresultaten wachten. Dus jullie hebben eigenlijk toch wel een gunstig moment gekregen om binnen te vallen. Waarbij we toch iets rustiger hebben dan wat we normaliter zien. Gemiddeld, in de ochtenddiensten kan het anywhere per shift, dan praat ik van 8-uurige shift, kan het anywhere rond de 40 zitten. En piekmomenten zelfs meer. Hangt er vanaf. Tussen de 20 en 40 en het kan soms veel meer worden. We hebben het ook hier de laatste in deze golf meegemaakt. Niet iedereen gelooft in COVID, dat is één punt. Maar tot gisteren nog een casus waar ik zelf mee bezig was. Waarbij iemand gewoon langer thuis is gebleven dan nodig was. En dan in een zeer ernstige toestand uiteindelijk binnenkwam. Wauw. Ja, dus eigenlijk bij het eerste dat de familie zover de persoon krijgt om binnen te komen naar het ziekenhuis, is het heel ernstig. Snap je? Dus mensen komen gewoon uit vrees en anderen misschien omdat ze het gewoon niet willen geloven. Je hebt mensen die soms komen omdat ze in contact zijn geraakt. Meestal, zolang de drukte het toelaat, proberen we wel altijd met onze werkstudenten en ook een van de artsen altijd even te communiceren van weet je. Je hoeft niet te swappen als je geen klachten hebt. En dan kan je thuis wachten en indien wel klachten, even uit 178 contact opnemen. Zij hebben hun designated swapposten, ze hebben ook hun ambulance waarmee ze dan eigenlijk ook kunnen inspringen. Om zo een beetje de druk voor ons te helpen verlagen. En los van die mensen heb je dan ook gewoon de reguliere SIH-patiënten die gewoon op een spoedeisende hulp thuis zouden horen. We hebben tot gisteren nog een casus gehad waarbij de persoon dus ook zo laat binnenkwam dat bij het we hier zijn en we hier iets proberen te doen, dat het eigenlijk kansloos is om te slagen. We hebben dat gehad in het weekend, vrijdag naar zaterdag. Gisteren heb ik ook nog zelf een geval moeten meemaken, die is nu randje kantje op de IC. Dat is maar van één kaas waarvan ik actief erbij betrokken was. Natuurlijk van mijn andere collega's zullen er ook veel meer zijn, maar het zijn geen fabels. De parlementariër Melvin Bova is vandaag gevaccineerd. Na vele overwegingen heb ik toch besloten mezelf en mijn vrouw te laten vaccineren. Het is in nationaal belang. We moeten uit deze situatie geraken. De cijfers zijn schrikbarend. Alleen gisteren 8 doden. Aldus Melvin Bova. Nou, het voelt
goed aan in de zin dat het een stap is om te zorgen voor een stukje bescherming voor mezelf en een stukje bescherming, beter dragen aan die bescherming van die samenleving. En ik geloof dat het iets is dat je zonder meer moet overwegen. Het was not easy om dat voorop te stellen. Ik heb weken genomen om daar goed over na te denken. Maar uiteindelijk is het ervaren. En ik draag bij daarbij aan onze bescherming. Laat maar zeggen, je volgt de zaken. Natuurlijk heeft ieder een moment om daar zelf ook een beetje research over te doen. Je moet weten, ook in mijn werk als parlementariër, maar ook als deel van de IPU, de Interparlementaire Unie, zijn deze discussies echt diepgaand. En internationaal zie je ook die drive en die force om ervoor te zorgen dat zo goed en zoveel als mogelijk mensen worden gevaccineerd. Als een middel is geen redding, maar is wel een middel om een beetje te gaan beschermen. En internationaal bij de IPU zie je dat steeds meer landen stevige campagnes neerzetten. En Suriname is in de startblokken. Ik zie hoe redelijk goed het werkt in andere landen. En ik denk dat we als Suriname ook die stap moeten overwegen. Nogmaals, het is een persoonlijke keuze. Niemand moet je voor die pressie leggen, Isabi. Maar ik hoop dat steeds meer mensen zover komen, zodat echt we ook een beetje terug kunnen gaan. Met die bescherming naar een stukje nieuw normaal. Ik denk dat ieder op zijn eigen tijd die keuze moet maken, want het heeft natuurlijk te maken met jouw eigen lichaam en jouw eigen well-being. Maar het is ook weer gekoppeld aan de well-being van die samenleving, want als jij op een bepaald moment beschermd bent en daarmee een stukje bescherming ook geeft aan je omgeving, je kinderen, je eigen thuissituatie, je werksituatie, dan is die thuissituatie veilig, is die werksituatie veilig, is je buurt veilig, is je land veilig. Dus het hangt samen met elkaar. En ik ben me bewust van mijn rol en mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger, als een van de vooraanstaanden, om wat dat betreft wat mij betreft wel een gedurfde stap te maken. Want het is nogmaals niet makkelijk. Je wil het liefst door dat hele ding gewoon normaal gaan, maar het is ervaren. Ook de voorzitter van de Horeca Vereniging Suriname, Jonathan Martoriharjo, is vandaag gevaccineerd. Ook in nationaal belang is hij tot dit besluit overgegaan. Hij roept ook andere horeca-collega's op zich te laten vaccineren. Ik zie dat als middel om mezelf te beschermen tegen het COVID-19 gebeuren. Maar zeker heb ik eerst mijn research gedaan. Ik heb heel lang even zitten aankijken, medici gesproken. Maar ik zie dat nu de manier is hoe we zo snel als mogelijk richting het nieuwe normaal kunnen gaan. En daar zitten we allemaal op te wachten. Vanuit de vereniging Horeca Suriname zullen wij onze eigen campagne starten om als eerst ons personeel op te roepen en te motiveren zich te laten vaccineren. In het tweede traject zullen we zeker de gasten meenemen. Maar misschien ook nog wel belangrijk om ieder op te roepen zich te laten vaccineren. Omdat dat ons zeker zal helpen om uit deze pandemie te geraken. Guys, ik zit nu aan mijn eettafel. Ik zie wat er in de wereld gebeurt. Maar mijn hart gaat kapot en bloeden als ik hoor en zie wat er in Suriname gebeurt. Er is geen controle meer. Je kunt het overal oplopen. Eén ding is duidelijk. COVID ga je krijgen. De vraag is alleen wanneer. En hoe voorbereid is je lichaam? Hoe gaat je lichaam erop reageren? In de wereld staat iedereen te popelen en te wachten op een kans om gevaccineerd te worden. Terwijl wij in Suriname het zelf kunnen gaan halen. Brangasa, vaccineer jezelf. Laat je lichaam alvast wennen aan het virus hoe het eruit ziet. Nu kan het nog. Je weet niet voor straks. Als ik de kans heb om te vaccineren, doe ik het direct. Geloof me.
Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Zoals u weet gaan we dit weekend weer in een full lockdown. En wel van vrijdagavond 6 uur tot maandagochtend 5 uur. Ik wil u adviseren om uw inkopen alvast te doen en niet te wachten tot het laatste moment. Want dan krijg je weer overcrowding. En let vooral op de Mohana-maatregelen. We zien elkaar vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!